Natuurlab is een bijzonder lesmateriaal omdat het is een nieuwe manier, een opene manier van lesgeven door ook de leerlingen er zelf in te betrekken. Wij staan nu zeg maar op het punt dat we het Natuurlab gelanceerd hebben. We hebben twee modules ontwikkeld. Eén over hommels en eentje over ordenen voor de brugklas. We gaan door met het ontwikkelen van nieuwe modules voor andere leerjaren voor het voortgezet onderwijs. En we hebben ook alles goed getest. Dat betekent eigenlijk dat docenten de lessen in de klas hebben gegeven. En de leerlingen echt gewoon als ware het een vervanging van de biologieles met de module aan de gang zijn gegaan. Naast dat het alleen maar informatie is in Natuurlab, moet je ook zelf veel opdrachten doen waardoor je echt de natuur ingaat. Ik vind het zelf leuk, want je bent even iets anders aan het doen dan alleen met je hoofd werken. Natuurlab is wat dat betreft ontzettend flexibel. Docenten geven aan dat leerlingen die flexibiliteit ook vragen. Ze willen zelf de regie hebben over hun leerproces. En dat brengt ons ertoe om voor de verdere ontwikkeling van de Natuurlab ook aandacht te hebben voor kleinere modules. Dus niet een hele lessenserie van 4 uur, maar ook kleine snacks waar je een kerninzicht kan opdoen, bijvoorbeeld over evolutie. En dat geeft veel meer vrijheid aan een docent om te kiezen en om iets samen te stellen. Natuurlab kon niet zonder onderzoekers. We hebben Naturaans 120 onderzoekers, een flink deel daarvan is betrokken geraakt bij het Natuurlab. Waar de leerlingen mee werken. Dat zijn ook de collectie en de data waar onze onderzoekers dagelijks mee werken. Wat ik hier nu in mijn handen heb, het potje vol met dode garnalen in alcohol, dat is eigenlijk ook nationaal erfgoed. Ik kan je precies vertellen wanneer dit gevangen is, door welke wetenschappers dit is bekeken en waar dit ook gevangen is. En dat is heel belangrijk voor de wetenschap, maar dit kunnen we ook allemaal gebruiken voor educatieve doeleinden. Wat we nog willen doen, is dat we de onderzoekers ook echt in contact willen brengen met de leerlingen. Dus de leerlingen hebben een Natuurlab-module gedaan. En hoe leuk is het dan dat je ook live contact kan hebben via een online gastles? In de doorontwikkeling van het Natuurlab gaan we steeds meer doen met digitale lessen. En waar ik me het meest op verheug zijn de vragen van de scholieren. We hebben hier ook de regel dat de vragen van de scholieren het meest moeilijke zijn, maar wel die het meest aan het denken zetten. En niet alleen hun vragen worden beantwoord, maar eigenlijk ook die van mij. En dat kan tot hele nieuwe inzichten leiden voor mijn eigen onderzoek. Mijn grootste droom is eigenlijk de dingen die wij kunnen maken omdat we wat groter zijn dan andere musea. Dat andere musea daar ook gebruik van kunnen maken. En vanuit andere onderwerpen het onderwijs te kunnen verrijken.